Deze meditatie wordt verzorgd door dominee Gene. Welkom luisteraars voor de radio van de hervormde gemeente te Katwijk aan Zee, ons dagelijks woord. Vandaag willen we verder gaan met het lezen in de Handelingen der Apostelen. En vandaag lezen we daar uit het eerste hoofdstuk, de versen 12 tot en met 14. Ik lees u het eerst voor. Toen keerden zij, de discipelen van de Heer Jezus, terug naar Jeruzalem van de berg die de Olijfberg genoemd wordt, waar de Heer Jezus vandaan ten hemel was gevaren, die vlak bij Jeruzalem is en daar een sabbatsreis vandaan ligt. En toen zij in Jeruzalem gekomen waren, gingen ze naar de bovenzaal en bleven daar namelijk Petrus en Jacobus en Johannes en Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeus en Matthäus, Jacobus de zoon van Alfeus en Simon Zelotes en Judas de broer van Jacobus. Deze bleven allen eensgezind volharden in het bidden en smeken met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broers. Het is een hele rij namen die hoort bij de zij die terugkeren naar Jeruzalem en zij die in de bovenzaal, waar de discipelen dan komen, anderen ontmoeten. Zij die daar verbleven. Mogelijk is dat dezelfde bovenzaal waarvan sprake is in het evangelie waar de Heer Jezus met zijn discipelen het avondmaal viert, wat wel het laatste avondmaal wordt genoemd. Namelijk dat de Heer Jezus het heilig avondmaal heeft ingesteld, de breking van het brood samen met zijn discipelen. Hun namen worden één voor één genoemd. Het is een opmerkelijk rijtje waar boeken vol over geschreven zijn in de geschiedenis van de kerk, voor zover men van die bepaalde discipel van de Heer Jezus iets wist. Door de eeuwen heen zijn er ook veel verhalen verteld die in de Bijbel niet terecht zijn gekomen en waar we de betrouwbaarheid niet van kunnen nagaan. Maar wat hier staat, dat roept bij ons ook wel een enkele vraag op. Want daar wordt genoemd Judas, de broer van Jacobus. Is dat nu die Jacobus die al eerder genoemd wordt, die de zoon van Alfeus wordt genoemd? Nee, want dat is de broer van Johannes. Jacobus en Johannes, de twee broers van de Heer Jezus. Twee broers die discipelen waren van de Heer Jezus. Een andere Jacobus is hier genoemd, Judas, de broer van Jacobus, en daarmee is bedoeld de broer van de Heer Jezus. En dat valt dan ook op in vers 14. Waar tot slot te lezen staat dat zij volharden samen met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broers. Deze Jacobus, wiens broer Judas dus een discipel van de Heer Jezus was, die kreeg later een belangrijke plaats in de gemeente van de Heer Jezus, in Jeruzalem. Broer van de Heer Jezus. En Maria was daar. Dat was wel opmerkelijk, want de broers van de Heer Jezus, die hadden zich tijdens zijn leven, tijdens zijn omgang op aarde, niet in zijn gevolg geschaard. Onder hen was er geen geloof. Zij wilden van Jezus niet weten. En zeiden zelfs dat het niet goed met hem ging. En dat hij naar huis moest komen.
Maar de Heer Jezus heeft ze niet losgelaten. En de gebeurtenissen rondom de kruisiging en de opstanding van de Heer Jezus en zijn hemelvaart, maar we zullen ook in het bijzonder moeten denken aan die periode die daartussen lag en de verhalen die in die tijd zijn rondgegaan en hoe de Heer Jezus was opgestaan en verschenen aan zijn discipelen, die hebben ook zijn broers tot geloof gebracht. En ook zij zijn nu samen met al die anderen eensgezind, volhardend in het bidden en smeken. Het is dus een zeer diverse groep. En allemaal mensen met hun eigen achtergrond, met hun eigen geschiedenis, met de gebeurtenissen in hun leven, met moeite en zorgen, met vrolijkheid en blijdschap. Hoog opgeleid misschien en anderen eenvoudige mannen, maar in ieder geval eensgezind. Dat is moeilijk, eendracht in de gemeente, eenheid in de gemeente, naar elkaar omzien, elkaar vasthouden. In de Bijbel gaat het hier, in dit woordje dat alleen in de Handelingen voorkomt en één keer in een brief van de apostel Paulus, om één van begeer te zijn, één van verlangen, één van levensdoel. En dat is wat hen verbindt. Namelijk dat zij vervuld mogen worden met de Heilige Geest en dat zij leven in de verwachting van de wederkomst van de Heer Jezus Christus op de wolken. Zoals de discipelen daar stonden, van de Heer Jezus hadden gehoord, niet lang na deze zult u met de Heilige Geest gedoopt worden. En zij zien uit naar zijn wederkomst. Als de engelen tegen hen zeggen, zoals u hem ten hemel hebt zien opgenomen worden, op dezelfde wijze zal hij terugkomen als u hem naar de hemel hebt zien gaan, bij u zijn, voor eeuwig. Wel, dat is eensgezind in het midden van de gemeente. Als het ons om die ene zaak begonnen is, om het werk van de Heilige Geest in ons leven, in de gemeente, in deze wereld, in de komst van het Koninkrijk van God, door de verkondiging van het Evangelie, door de verkondiging van het Woord van God in woord en daad, de verbreiding van het Evangelie van de komst van de Zoon van God in deze wereld. En als we dat zijn, dan verbindt ons dat aan elkaar. Dan bidden we samen, dan smeken we samen. En dan staan we verwonderd van wat er allemaal gebeuren kan. De broers die de Heer Jezus zo hadden tegengestaan en verworpen en niet van hem wilden weten, die in een handomdraai in het spoor van de Heer Jezus zijn gebracht. Mensen die getrokken worden uit de duisternis om God te mogen kennen. Wel, dat mag ons vandaag aan elkaar verbinden in eensgezindheid, in verwachting, in hoop dat God ons de weg wijst in het leven. En daarom mogen we hem loven en prijzen en samen ook in ons gebed hem aanroepen. Wij prijzen u, o God, u Heer, loven wij. U eeuwige Vader en eert heel de aarde. Tot u roepen alle engelen, tot u de hemelen en alle machten. Tot u roepen cherubijnen en serafijnen die zonder ophouden zingen. Heilig, heilig, heilig de Heere, de God der hemelse machten. Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. U looft het roemvol koor der apostelen. U het lofwaardig getal der profeten. U looft de blanke stoet der martelaren. U prijst de heilige kerk over heel de aarde. U Vader, onmetelijk in majesteit. U enig geboren zoon, waarachtig en hoog verheven. U heilige geest, de trooster. Gij Christus, koning der glorie, gij zij de enige zoon van de Vader.
U die om de mens verlossing te brengen, geen vrees hebt gehad om geboren te worden uit de maagd Maria. U die de prikkel van de dood hebt overwonnen en voor de gelovigen het hemelsrijk hebt geopend. U zit aan Gods rechterhand in de glorie van de Vader. U zult als de rechter komen zoals wij geloven. U dan smeken wij, kom ons te hulp. Gij die ons kocht met uw dierbaar bloed en gered hebt, laat ons geteld worden onder uw heiligen in de eeuwige heerlijkheid. Red, Heere, red uw volk en zegen uw erfdeel, hoed hen en draag hen voor immer. U willen wij prijzen iedere dag, uw naam verheerlijken voor altijd. Wees genadig, Heere, spaar ons deze dag voor de zonde. Ontferm u over ons, Heere, ontferm u over ons. Laat uw barmhartigheid neerdalen over ons, zoals ons vertrouwen uitgaat naar u. Op u, Heere, is onze hoop gevestigd. Beschaam ons niet in eeuwigheid. O onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in der eeuwigheid. Goedendag, luisteraars, naar dit dagelijks woord.